Zoals we weten is de afgelopen maanden Popcat gigantisch hard door het dak gestegen. Deze katten meme coin heeft maar liefst op totaal 98,115% naar de listing weten te pakken. Maar er staat een nieuwe lounge om de hoek. Kunnen we dit misschien zelfs als een nieuwe potentiële Popcat zien? Welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Oudrijs maar Ik neem je vandaag mee in een lounge die vandaag gaat plaatsvinden. So stay tuned. Let's go. Alright, welkom terug weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Heiskamp. Vandaag neem ik je mee in een specifieke video omtrent Popcat. Later vandaag komt er nog een video online omtrent Bitcoin. Dus stay tuned for that. Maar voor nu, ja, Popcat heeft op alles maar liefst 9845% 145 uh, ja, stijging weten te laten zien afgelopen dag, maar ja, -3,7. Maar als we kijken naar de afgelopen maand ja, 15% als we kijken naar het afgelopen jaar. Ja, dus die 98, 128% in Maar dit is dus een kattenmeme coin. Staat nu op rank 63. En nou heb ik een soort van inside info binnengekregen. Um, in ieder geval, Bitcoin Magazine werkt samen met Best Wallet. Nou, Best Wallet, voordat we daar dieper op ingaan. Wat is Best Wallet? Er is een nieuwe speler in CryptoWallet die alle aandacht trekt. Best Wallet haalde namelijk de eerste dag van een pre-sale 162 dollar op. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er namelijk om, wat is Best Wallet? Best Wallet is een nieuwe generatie crypto wallet. Het gaat verder dan de bekende Metamask, door een compleet ecosysteem aan te bieden. Dit bestaat uit de Best Wallet app voor dagelijks gebruik. Een eigen DEX voor het handelen. En binnenkort zelfs een crypto betaalkaart. Oftewel, Best Wallet is niet meer enkel een wallet. Het is een decentralized exchange. En daar kan je dus pre-sales kopen. Dan kan je uh, meedoen aan pre-sales. En dan kunnen, worden ze daar ook nog eens gelist. En er komt ook nog eens een betaalkaart aan. zijn. Tokens vliegen de deur uit, zaten er dan ook. Maar nu hebben wij. Binnengekregen. Dat Cat Slap, oftewel Slapcoin. En ja, het gaat om, om deze meme-cat. Uh, misschien ken je het filmpje wel. Goed, dat gezegd hebben. Ze gaan deze token gaan ze vandaag launchen. Dus. Op de best valt het. Dus. Zou jij hier. Uh, ja, een blik op willen werpen. Of zou je hier mee aan willen doen? Voor de listing, na de listing, het maakt niet uit. Je kan hem alvast aanschaffen, zoals Louzing en de Best Wallet. Maar, ik denk zelfs tegen die tijd dat deze video nu online is. Het is vandaag drie uur. Ik denk dat deze video komt rond vijf uur online. Dat die misschien al live is. Als je een beetje bekend bent met de decentralized exchange handelen en bij listings... Um, weten we dat het heel volatiel kan zijn. Het kan in hele korte tijd, vooral bij de low cryptocurrencies... kan het je geld heel snel verdubbelen. Maar je kan het ook heel snel kwijtraken. Dus dat is echt een dikke disclaimer die ik aan, je, aan jou wil meegeven. Maar dat is natuurlijk met alle ja, pre-sales... alle decentralized exchange listingen. Al gaan we bijvoorbeeld naar de Solana DEX. Dan, dan, en, en er wordt de coin gelanceerd. Nou ja, je wil niet weten hoeveel rugpuls er bijvoorbeeld zijn. Maar het mooie is aan de best wallet... daar kan je niet zomaar... Een coinlisten. Het is wel een decentralized exchange. Maar best wel, het moet wel kort geven. Oftewel, de kans op rukpuls of iets dergelijks is aanzienlijk lager. Goed, ga ik het ook niet langer maken dan dat nodig is. In ieder geval, wat is CatSlap? Oftewel, wat is de token SLAP? Nou, CatSlap is de meest agressieve katachtige kat van de Cryptoland. Klaar om zelfs de hoogste marktkapitalisatie minmunten aan te vallen. SLAP-token is hier om de. Kikker en honden op het blok van de troon te stoten. Oftewel, ze, ze verwachten, ze willen dat deze kat, de Pepe en de Popcat bijvoorbeeld van de troon gaat stoten. Zou je hem er mee willen doen? Neem even een kijkje natuurlijk op de website hieronder. Hieronder in de omschrijving staat dan ook de link naar Best Wallet. Hieronder in de omschrijving staat ook de link naar onze Cat Slap Token. Ik wil je wel nogmaals benadrukken, dikke disclaimer. Uh, het kan naar nul gaan. Maar het kan ook gigantisch hard door het dak gaan. Dus doen een bedrag dat je kan missen. Uh, maar in ieder geval de listing gaat vandaag nog live. So, stay tuned. Succes. En ik hoop je later vandaag te zien in een nieuwe Bitcoin video. Dankjewel. Bye bye.